In wijkcentrum Westend in Amstelveen kan men eens per maand voor €5 komen lunchen. Op 9 maart 2010 deed men dat 5 jaar. Een jubileumlunch met maar liefst 50 gasten. Denk dat het heel erg goed gaat smaken. Het is werkelijk verrukkelijk, ik weet het zeker. Die mensen eten hun vingers te veel. In de keuken van Westend, dat is een wijkcentrum hier in Amstelveen. En daar staat als, ik zou zeggen, hoofdkok Boy van der Donk. Ja, dat klopt. We hebben die. Maar je doet het niet alleen, hè? Nee, ik heb enorm veel hulp van mensen van OTT. Dat is ons tweede thuis. Dat zijn mensen met een lichtverstandelijk handicap. En één keer per maand doen wij hier lunch verzorgen voor mensen uit de omgeving. En de Leidsters die helpen dus ook heel erg druk mee. En daar hebben we het heel druk mee en dat is altijd heel gezellig. Ja, hoeveel mensen komen er? Vandaag hebben we het, want het is een jubileum vandaag, we doen het nu 5 jaar en vandaag hebben we speciaal ongelimiteerd, dus we hebben nu 50 mensen te lunchen en normaal doen we dat met 24. En wie doen er vandaag mee als kok? Als kok, Bettien, Anneke en mijn grote vriend Roel, daar heb ik de boodschappen mee gedaan ook. Ja, want daar begin je mee met de boodschappen. Met de boodschappen doen. Hoe laat begin je dan al? Wij rijden 8:50 met z'n tweeën weg en dan gaan we boodschappen doen en eigenlijk dan weten we pas wat het 's middags wordt. Omdat wij dus uit moeten gaan van een limiet van €5 per persoon en we moeten binnen dat budget blijven. Dus we moeten altijd aanbiedingen hebben. We hebben een feestje, we staan 5 jaar, hebben we de service salon, het OTT, zijn hier bezig met de lunch. Boeren, burgers en buitenlui. Als gepensioneerde dorpsomroeper van de gemeente Amstelveen heb ik de eer om u toe te mogen spreken. 5 jaar geleden dat er 2 mannen om een tafeltje gingen zitten en lunchbuffet werd geboren. We gaan jullie versieren en kijk, waar is die kok? Die kok, dat is geen kok, hè? Een kok heeft een koksmuts. Wilt u even die koksmuts aanreiken, meneer, mevrouw? Mevrouw. Ik hoop dat die past. Hij past. Een restaurant zonder bediening, daar zitten ze allemaal. Dat kan niet, dus ook voor deze mensen, onze vrienden en vriendinnen van het Tweede Huis, krijgen allemaal een toptrofee. Jan, alsjeblieft. Heel veel succes.